God Okari. My best is yet to come. Bijbel zegt het zo mooi. Het zijn de gunst bewezen des Heeren dat we niet zijn omgekomen. Is niet wat je denkt, hoeft het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. My best is yet to come. Ten slotte te alle de problemen ba boom om met jou. Ik groet u in de wonderbare naam van Koning Jezus. Welkom bij uw eigen programma The Best Is Yet To Come. U weet het, in dit programma wordt u bemoedigd vanuit het woord van God. En het is vandaag de eer aan mij om u te mogen bemoedigen. Ik vind het een bijzonder voorrecht om in uw huiskamer te zijn. Of waar vandaan u ook kijkt. Misschien bent u ergens in de districten. Misschien bent u ergens in een café. Misschien bent u ergens in een ziekenhuis. Waar u dan ook bent. Het is mijn missie vandaag dat aan het einde van deze uitzending u bemoedigd wordt tot in het diepste van uw wezen met het woord van God. Weet u, ik geloof met mijn gehele hart dat het woord van God de potentie heeft. Het woord van God in general, hetgeen hier staat, dat noemen we logos. En wanneer u een bijzondere openbaring krijgt, dan noemen we het rhema. Dit woord van God, anyways, heeft het vermogen om ons totale leven te veranderen. Het heeft het vermogen om onze mind te veranderen, om een mindshift te brengen. Een verandering in ons denkpatroon. Het heeft het vermogen om een shift te brengen in ons wezen. Het heeft het vermogen om ons te genezen, niet alleen fysiek, maar ook mentaal, ook emotioneel kan het woord van God ons genezen. En weet u, het woord van God kan ook zelfs externe situaties en omstandigheden veranderen ten goede. Dus niet alleen verandert het woord ons, onze mind, onze houding, onze attitude, maar het woord van God verandert ook omstandigheden. Jezus Christus heeft gezegd, als je spreekt tot die berg en je twijfelt niet in je hart en je zegt tegen die berg, hef je op en werp je in de zee, zal die berg naar jou luisteren. Jezus heeft zelf gedemonstreerd dat hij tot een boom sprak en die boom heeft geantwoord. Jezus Christus heeft zelfs gedemonstreerd dat hij sprak tot de weerselementen. Dat hij zei tot een storm, wees stil. En zelfs die storm heeft naar hem geluisterd. Dat is de kracht van het woord van God. Wanneer het is in uw mond met geloof, dan zullen ook de omstandigheden veranderen. Dus het is belangrijk dat wij veranderd worden door het woord. Dat wij veranderen naar het beeld van Jezus Christus. Maar wanneer wij die verandering hebben ondergaan, dan mogen wij het woord van God ook gebruiken om te spreken tot situaties en omstandigheden. Dus deze morgen groet ik u. Ik wil met u praten rondom het thema Laat het verleden los. Geliefde kijker en luisteraar, velen van ons struggelen nog met het verleden. Ja, velen van ons leven nog steeds in het verleden. We hebben tijd, we kennen tijd zoals wij het kennen in drie dimensies. We kennen het verleden, we kennen het heden en we kennen de toekomst. Het verleden kennen wij, het heden ervaren wij, maar de toekomst kennen wij nog niet. Maar ik kan u wel zeggen, de toekomst kunnen wij beïnvloeden, of laat mij het anders stellen, de toekomst, onze toekomst, kan beïnvloed worden door ons verleden. Het kan beïnvloed worden door ons heden, wat wij nu doen. Of laat mij het nog duidelijker stellen. Wij kunnen toelaten dat ons verleden een grote mate van invloed heeft op onze toekomst. Laat me het scherper stellen. Ons verleden kan zodanige invloed hebben dat wij in ons heden keuzes maken op basis van het verleden, waardoor onze toekomst bepaald of beïnvloed wordt.
En laat mij beginnen door te stellen, het is niet verkeerd. Of het is niet in alle omstandigheden verkeerd. Want het verleden is soms een hele goede leermeester. Bepaalde ervaringen die wij hebben gehad in het verleden leren ons om te gaan met omstandigheden. We kunnen leren uit onze fouten. We kunnen leren uit de dingen die we hebben meegemaakt in het verleden. Als ik een pot heb aangeraakt in het verleden die op het gasfornuis stond. Hete pot. Als ik het in het verleden heb aangeraakt met mijn handen, with my bare hands, mi fas apatu, terwijl apatu ben faya, dan weet ik nu in mijn heden, aan de hand van die ervaring in het verleden, dat ik dat niet meer moet doen. Die ervaring heeft mij dus geleerd, Guillermo, als jij een pot wil aanraken of als jij een pot moet optillen, dan moet jij handschoenen aandoen die hittebestendig zijn, zodat jij je hand niet nog een keer brandt zoals dat gebeurd is. Maar ziet u, omdat ik die ervaring heb gehad, weet ik nu welke handeling ik moet plegen om te voorkomen dat mijn hand brandt. Maar, om dit voorbeeld te gebruiken, velen van ons, luistert u goed naar mij, ik wil u vragen om een beetje geduld met me te hebben. Volg mij een beetje deze dag. Velen van ons zeggen dan, wel, ik raak nooit meer van mijn leven een pot aan. Terwijl misschien de noodzaak er wel is in uw heden om die pot wel aan te raken. Want u moet die pot misschien verschuiven of verplaatsen. Maar nu zegt u, ik raak nooit meer die pot aan, waardoor die pot precies daar blijft, terwijl de noodzaak er wel is dat die pot opgeschoven wordt. Maar iemand die heeft geleerd van het verleden zegt, oké, ik ga die pot niet meer aanraken zonder een handschoen. Ik ga nu voorzieningen treffen, zodat ik mijn hand niet nog een keer brand aan die pot. Maar ziet u het verschil? Dus je hebt de ene groep die zegt, aan de hand van hetgeen ik heb meegemaakt, raak ik nooit meer een pot aan. Maar dan heb je een andere groep die zegt, wel, ik heb dat meegemaakt, mi anubron gevaarlijk, maar nu ga ik een manier zoeken om die pot toch te verschuiven en daarvoor trek ik een handschoen aan die hittebestendig is. Geliefde kijker en luisteraar, dus nogmaals, het is niet verkeerd om te leren uit de ervaringen van het verleden. Het is totaal niet verkeerd. Maar het probleem komt dat wij ons in principe totaal afsluiten vanwege de ervaringen van het verleden. Het probleem begint wanneer wij niet verder kunnen gaan, niet kunnen stappen in onze toekomst vanwege het verleden. Maar u zegt misschien, maar broeder Guillermo, maar ja, de tijd gaat gewoon door. Ja, de tijd gaat door, maar dat wil niet zeggen dat u doorgaat. Uw toekomst, begrijp me goed, uw toekomst heeft te maken met uw destiny. Maar als u blijft stilstaan, gaat de tijd gewoon door. Daarom zeggen wij dus, we last thing. Wat bedoelen we eigenlijk als je zegt, je verliest tijd. Wanneer ik mijn mind heb opgemaakt, ik ben nu aan de Koesewijnenstraat en ik moet over een uurtje moet ik zijn aan de Gravenstraat. Geliefde broeder en zuster, ik heb een afspraak aan de Gravenstraat. Over een uur moet ik daar zijn, koste wat het kost, want ik heb een belangrijke afspraak. Nu, ik ben aan de Koesewijnenstraat en ik praat over onbelangrijke dingen met mensen. De tijd gaat door, maar ik blijf nog op diezelfde plaats, terwijl ik een afspraak heb over een uurtje aan de Gravenstraat. Een belangrijke afspraak. Het is een afspraak die te maken heeft met leven en dood. Zo belangrijk is het, maar ik blijf hier aan de Koesewijnenstraat praten over koetjes en kalfjes. Ik blijf aan de Koesewijnenstraat gewoon omdat ik nog even wil relaxen. Ik blijf aan de Koesewijnenstraat gewoon omdat ik het nog even wil uitstellen. Dan mi elas. De tijd blijft niet stil. De tijd gaat door. Wij moeten dus het vermogen hebben om te partneren met de tijd en om de tijd zo goed als mogelijk te gebruiken. Want de klok blijft tikken. De seconden blijven tikken. De minuten blijven tikken. De uren blijven tikken. De dagen, de weken, de maanden, de jaren blijven
tikken. De vraag is dus, hoe gaan wij om met de tijd? Hoe beïnvloedt ons verleden, ons heden, waardoor onze toekomst beïnvloed wordt? Dus deze morgen is het mijn missie om u te zeggen, laat het verleden los. Laten we een tekst lezen. We gaan gewoon springen midden in een hoofdstuk en dat is Filippenzen 3. Filippenzen 3, we lezen vanaf vers 12. We gaan gewoon abrupt beginnen ergens in het midden in vers 12. Maar ik wil u bemoedigen om heel Filippenzen 3 te lezen. Heel interessant geeft Paulus hier een speech, of een, hij schrijft het trouwens, het is een brief. Maar ik kan me voorstellen dat als hij deze brief zou voorlezen als een speech, dat het heel plechtig zou zijn. De toon waarin Filippenzen 3 geschreven is, is een hele plechtige toon. Het is heel diepgaand, prolific zou de Engelsman zeggen. Want Paulus praat hier vanuit zijn hart en hij praat hier met passie. Want Paulus geeft aan, ik doe er alles aan om Christus te winnen. Ik doe er alles aan om de kracht van God, de opstandingskracht van God te mogen ervaren in mijn eigen leven. Paulus is hier intens als hij dit schrijft. Hij is menens. Hij is gepassioneerd. Dus ik wil u bemoedigen om heel hoofdstuk 3 te lezen. We gaan nu gewoon abrupt springen in vers 12. En hier zegt Paulus. Hij zegt niet dat ik het reeds verkregen zou hebben of reeds volmaakt zou zijn. Maar ik jaag ernaar. Paulus begint ons direct te zeggen van hey, ik ben niet perfect. Minodoro et epimiwandoro. Ik ben nog niet waar ik wil zijn. Maar ik jaag ernaar. Ik jaag ernaar. Ik ren erachteraan. Paulus gebruikt hier terminologie die heel erg intens is. Eigenlijk zegt hij, wat er dan ook gebeurt, ik jaag ernaar. Dus nogmaals, vers 12 zegt, niet dat ik het reeds verkregen zou hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mag. Ziet u de termen die hij gebruikt? Hij zegt niet gewoon nemen. Hij zegt grijpen, dat ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. En luister goed wat hij zegt in vers 13. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, zegt hij. Eén ding doe ik. Eén ding doe ik, spreek voor prioriteit. Paulus stelt hier een prioriteit. Hij zegt, één ding is voor mij het allerbelangrijkste. Eén ding geeft mijn volle aandacht. Ik focus mij op één ding. Mijn focus is niet versnipperd. Mijn focus is niet overal en nergens. Mijn focus is op één ding. En kijk hier hoe zijn focus eruit ziet. Hij zegt, één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter mij ligt. En mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, dan zegt hij weer, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Dit is een mond vol. Paulus zegt ons dus, er is een prijs te winnen. There is something to gain. En deze morgen zal ik proberen om het te brengen in de context van alle dag. There is something to win. Er is iets om te winnen. En mijn broeder en zuster, het maakt niet uit wat u zou willen winnen. Of het nou is een diploma. Of het nou is een positie. Of het nou is een bepaalde prijs vanwege een wedstrijd. Wat het dan ook is, er is een trofee. Er is een beloning. Er is een loon. Misschien is de prijs dat u uw bedrijf zou moeten opbouwen. Er is een beloning. Misschien is er een bepaalde roeping waarmee u geroepen bent door God. Misschien moet u een voorganger worden. Of misschien moet u een profeet zijn. Er is een prijs. En natuurlijk, de ultimate prijs is dat wij aan het einde van alle dingen mogen zijn met Christus in glorie.
Absoluut. Maar intussen zijn er nog een aantal prijzen te winnen voordat we in glorie gaan. Voordat we in de hemel zijn voor eeuwig met onze Heer en Heiland Jezus Christus. We leven dus nu op aarde onderweg naar de hemel. En dat op zich is een journey. Dat op zich, want we ervaren zoveel strijd. Er zijn zoveel verleidingen. Er zijn zoveel afleidingen die ons ervan willen weerhouden om te komen in de hemel. Dat is een bijbelstudie op zich. Maar deze morgen wil ik niet alleen praten over die ultieme prijs die er te winnen is om te zijn in glorie met onze Heer en Heiland. Maar ik wil ook praten over de verschillende prijzen die er te winnen zijn hier op aarde. U bent geroepen op een bepaalde manier. Er is een bepaald doel waarvoor u geschapen bent. Er is een bedoeling met uw bestaan hier op aarde. God had een idee. God wilde iets bereiken hier op aarde. En heeft gezegd, oké, Shekita is de jeugd. Ik ga Shekita maken. Ik ga Shekita ontwerpen. Ik ga Shekita geboren laten worden. Zodat zij precies dit doel kan bereiken in het leven. En wat het dan ook mag zijn. En geliefde broeder en zuster, ik wil vandaag vanmorgen in de 9 minuten die ik nog heb gebalanceerd zijn. Het is niet alleen, en sommigen van ons zijn geroepen om voorgangers te worden. Sommigen van ons zijn geroepen om profeten te worden. Sommigen van ons zijn geroepen om leraars en herders te worden. Of muzikanten te zijn in de gemeente. Maar anderen weer zijn geroepen in andere arenas. Sommigen zijn geroepen in de arena van business. Sommigen zijn geroepen in de arena van entertainment. Anderen zijn geroepen in de arena van government. Anderen zijn geroepen in verschillende soort arenas. Dus ik wil het niet alleen beperken tot de geestelijke zaken. Heel belangrijk trouwens. Maar dat is dat als we alleen denken in termen van de roepingen die wij hebben in ons geloofsgemeenschap en in ons geloofsleven, dan zijn we nog een beetje beperkt. Maar het is juist goed dat wij die roepingen waarmee we geroepen zijn geestelijk, dat wij ook die brengen in op de marktplaats, in de verschillende arena's. Want zo alleen kunnen we ons licht laten schijnen. Dus misschien bent u geroepen om in de kerk een bepaalde functie te hebben. Maar misschien bent u ook geroepen om in die wereld uw licht te laten schijnen. Maar daar ga ik niet te diep op in. Het punt vandaag is, ik wil u bemoedigen, er is een roeping. Maar soms, want dit is de essentie van de boodschap. Soms is het zo dat wij op één plaats blijven staan vanwege zaken die wij niet kunnen loslaten. Dingen die zijn gebeurd in het verleden. Ervaringen die zo een indruk hebben achtergelaten op onze mind, op onze ziel, dat wij stil blijven staan. En misschien heeft u iets meegemaakt in het verleden. Misschien was het een ervaring. Misschien is het iets dat iemand met u heeft gedaan. Misschien bent u opgelegd door iemand. Misschien heeft u iets heel onsmakelijks meegemaakt met uw broeder of uw zuster. Waardoor u nu zegt van, weet je wat, ik vertrouw nooit meer iemand. Maar weet u, misschien door dat verbond dat u gesloten heeft vanwege iets dat u heeft meegemaakt, want onderschat het niet, woorden hebben enorm veel kracht. Misschien heeft u een verbond gesloten met uzelf. Ik vertrouw nooit meer een mens. Of ik vertrouw vrouwen nooit meer. Of ik vertrouw nooit meer een man. Of ik ga nooit meer mezelf openen voor een vriendschappelijke relatie. Of ik ga nooit meer een business starten, want het is toen verkeerd gegaan. Of u zegt misschien, ik ga nooit meer die persoon vergeven, want hij heeft dit en dat met mij gedaan. Misschien zegt u, ik ga nooit meer naar een kerk. Ik vertrouw nooit meer een voorganger. Ik ga mezelf nooit meer plaatsen in een kerk of zo. Dat zijn verbonden die u sluit vanwege iets dat er is gebeurd in het verleden. En ik weet niet welk verbond u heeft gesloten. Maar als u een verbond heeft gesloten, wil ik u bemoedigen. Laat het verleden los en verbreek dat verbond. Op het moment dat mensen zeggen, ik ga nooit meer. Of ik wil nooit meer. Dan moet u goed luisteren wat er daarna komt. Als de persoon zegt,
ik wil nooit meer zondigen, of ik wil oprecht leven, ik wil nooit meer liegen, of ik wil nooit meer overspel plegen. Dat zijn positieve dingen. Maar als de persoon begint te praten in termen van, ik vertrouw mensen nooit meer. Of ik trouw nooit meer, want u heeft een scheiding meegemaakt in het verleden. Of misschien zegt u, ik wil nooit meer kinderen. Of ik wil nooit kinderen krijgen. Ik wil u bemoedigen. Trouwens, het is niet verplicht dat u kinderen kreeg. Maar misschien wordt u tegengehouden als u komt op het punt dat u zegt, hey, ik wil wel kinderen, maar er is een bepaald verbond dat u heeft gesloten met uzelf, dat in de weg staat. Ik wil u bemoedigen deze dag. Uw toekomst ziet er buitengewoon goed uit. Er is een bijzondere prijs die u moet winnen in de toekomst. Maar mijn vraag aan u is, kan het zo zijn dat bepaalde verbonden die u heeft gesloten vanwege het verleden u tegenhouden om in uw toekomst te stappen? Hoewel de tijd gewoon doorgaat, hoewel de uren nog steeds tikken, hoewel de dagen nog steeds tikken, maar misschien blijft u vastgeroest in het verleden. U doet wel bepaalde dingen in het heden, maar eigenlijk leeft u nog in het heden. Eigenlijk loopt u naar uw toekomst, maar op een of andere manier, wanneer bijvoorbeeld iets zich voordoet en u wordt in één keer teruggebracht naar uw verleden, dan maakt u een aantal stappen naar achteren. U loopt naar voren en een vriend zegt iets en dat brengt u weer 10 jaren in het verleden en u gaat weer een aantal stappen naar achteren. Waardoor eigenlijk die prijs zit daar. U probeert zich uit te strekken, maar op een of andere manier komt het maar niet, omdat u nog steeds bent in het verleden. In onze tekst leert Paulus ons, één ding doe ik. Eén ding. Paulus zegt dus, ik ben gefocust. Terwijl ik het verleden achter me zet. Terwijl ik het verleden vergeet. En daarmee zeg ik niet dat u moet lijden aan geheugenverlies. Nee, dat zeg ik niet. Het punt is dat u het verleden loslaat en niet meer toestaat dat het verleden uw heden bepaalt of uw toekomst. Laat het verleden los. Laat het verleden los. Die ervaring, die fouten die u misschien gemaakt heeft. Misschien heeft u geblunderd. Misschien heeft u schande gehad vanwege iets dat u zou willen ondernemen. En u heeft schande gehad en uw familie heeft u uitgelachen. En uw broers hebben u uitgelachen en ze hebben gezegd, ja, ik heb je toch gezegd, mitegi tat asan no boroko. Mitegi toch igo probeer asan. En isheng. En u bent er nooit meer overheen gekomen. En u heeft een verbond met uzelf gemaakt, hey, dit nooit meer. Luister dan. Apostel Steven Rijmen zegt het altijd. Uw verleden hoeft uw toekomst niet te bepalen. Wat u in het heden doet, dat is bepalend voor uw toekomst. Ik wil u bemoedigen vandaag. Vergeef mensen die iets met u hebben gedaan in het verleden. Maar vergeef ook uzelf waar u heeft geblunderd. Waar u bepaalde fouten heeft gemaakt. Waar u bepaalde dingen heeft gedaan die u hebben verlamd om te kunnen bewegen. Vergeef uzelf. Vergeef uzelf, geliefde kijker en luisteraar. Paulus leert ons hier, één ding doe ik. Dat wil zeggen, hij is gefocust. Vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel. Dat wil zeggen, het is niet gemakkelijk. Het is de taal die hij hier bezigt. Is very forceful, is very powerful. Ik jaag naar het doel, want het is begrijpelijk dat het niet een makkelijk ding is. Het verleden trekt nog aan u, maar u moet jagen, u moet zich loskoppelen van dat verleden. Loskoppelen van die ervaring die een bepaalde indruk heeft achtergelaten in uw mentale beleving. Loskoppelen van die persoon of die personen die kunt u zich voorstellen dat velen van ons, dat mensen die wij nooit meer hebben gezien, mensen die soms dood zijn, dat nog steeds die mensen onze toekomst bepalen, omdat ze in het verleden iets hebben gedaan? Kunt u zich voorstellen dat
Een mens die we misschien lang niet hebben gezien. Dood is misschien al jarenlang. Dicteert nog steeds de richting waarin wij gaan. Maar als u deze morgen of deze middag of deze avond luistert naar deze boodschap, wil dat zeggen dat God u in de gelegenheid stelt om dat verleden los te laten. En soms zijn het niet alleen mensen of dat mensen iets hebben gedaan tegen ons. Soms zijn het ook gewoon oude denkpatronen die we hebben geërfd in het verleden. Oude mindsets die ons nog steeds tegenhouden om dat doel te bereiken, om die prijs te winnen. Geliefde broeder en zuster, een sporter bijvoorbeeld, een sprinter, kan niet gaan sprinten met bagage. Hij moet al zijn bagage loslaten en zich kleden voor de wedstrijd. En ik wil u vandaag zeggen, kleed u conform de wedstrijd die u strijdt. Kleed u conform die wedstrijd. Want er is een trofee, er is een medaille die u te wachten staat. Maar u kunt niet sprinten met zoveel mentale bagage, met zoveel geestelijke bagage, dingen die wij niet kunnen zien, die ons nog steeds tegenhouden, dingen van het verleden. Dus ik wil u bemoedigen deze dag. Vergeet hetgeen achter u ligt. Misschien zijn het mensen, misschien zijn het ervaringen, misschien zijn het denkpatronen, misschien zijn het eigenlijk oude vrienden die u zou moeten loslaten, die eigenlijk juist tegenwerken dat u het doel bereikt. Oude vrienden die u misschien achterlaten, vergeet hetgeen achter u ligt. En strek u uit naar hetgeen voor u ligt, zodat u het doel in Christus mag bereiken. Als u de Heer Jezus Christus nog nooit eerder heeft aangenomen en u zegt van, hey Guillermo, ik wil dat graag doen, dan wil ik u begeleiden met dit simpel gebed. Dit gebed waarbij u de Heer Jezus aanneemt, want de Bijbel zegt, allen die hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven of het recht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven. Dus als u Jezus nog nooit heeft aangenomen, zeg maar na. Zeg, Heer Jezus, u houdt van mij. U bent voor mij gestorven aan het kruis van Golgotha. Ik geef mijn leven aan u. U bent Heer van mijn leven. Ik geloof, u bent de Zoon van God. En u bent Heer over alles wat leeft. Vergeef mij. Was me schoon met uw bloed. In Jezus' naam. Amen. Amen. Geliefde kijker, luisteraar. Ik vond het geweldig dat u heeft gekeken naar deze uitzending. En ik hoop vanuit het diepste van mijn hart dat u bemoedigd bent vandaag. Mogen de Heer u zegenen. Mogen hij u voorspoedig maken in alles wat u onderneemt. En zoals apostel Steven Rijmer dat altijd zegt, het beste van uw leven is niet achter u, maar het beste van uw leven is altijd voor u. Your best is yet to come. God zegen u. My best is yet to come.